Over de rooien. En dat spelen we vanavond met... Romee. Romee. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Waar kom je vandaan? Hoi. Hi. Uit Putten. Putten. Maar is het het zuidelijke Putten of op de Veluwe Putten? Op de Veluwe. Op de Veluwe. Ja. Hey, en wie gaan we in de zeik nemen vanavond? Mijn lieve moeder. Oh nee. Oh god. Is weer zover, ja? Heb je een lieve moeder? Ja, helaas wel. Is ze moeilijk over de zeik te krijgen? Nou, ze is wel snel over de zeik te krijgen, dus ik hoop dat het gaat lukken. Oké. Okay. Nou, mocht dat zo zijn, dan levert jou dat natuurlijk leuke prijzen ja, op. Ja, zo is het. En hoe heet je moeder? Nicole. Oké, okay, we gaan Nicole bellen. Ja. Vergeet niet, je belt anoniem. En als ze vraagt, heb je net ook al anoniem gebeld, dan zeg je gewoon ja. Ja, okay. Is helemaal goed. Succes, daar gaan we. We bellen Nicole nu. Nicole? Mama, met Romee. Wat ik moet je wel vertellen. Ja, ik was net naar Kim toe met de auto. Maar ik ben net tegen een boom aangereden. Waarom ben je naar Kim toe dan? In een moe van papa. Ik wil gewoon even langs gaan. En waar ben je nu dan? Hier. Ja, maar ik ben naar zijn veld daar. Maar ik heb ook wat op. Wat heb je op? Verdomme, Romee. Ja, sorry. Hoeveel heb je op? Ja, een paar wijntjes. Verdomme! Waar ben je nu, papa? Ja, bij Veenhuizenveld. Ja, ze is tegen een boom aan. Waar sta je nu? Ja, bij Veenhuizenveld en bij Kieft. Het spijt me. De politie is ook al gebeld. En ben je gewond? Nee. Maar ik ben wel helemaal in shock. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik dacht, ik bel jou maar. Oh. We moeten daar naartoe. Waarom ben je nou gesopen, verdomme? Ja, sorry. Ik wou dat je proberen hoe het was. Is de auto flink in elkaar? Ja, wel een beetje, ja. De hele voorkant zit in elkaar. Godverdomme. Ja. Oh. Waar moeten we naar je toe? Ja, maar je hebt geen auto. Ja, dan moeten we de auto weg. Bel Aline weer even. Daar komen wij toe. Waar sta je? Nicole. Ja? Maak je geen zorgen. Het is een geintje. Wie ben je? Ik ben Ivo van Breukelen van Radio 538. En Romee zit in Over de Rooien. Jezus, man. Ik kom uit mijn slaap, word ik gebeld. Ja. Sorry. Ik ben allemaal huizig dat jullie zijn. Jeetje. Ze kan er gelukkig op lachen hoor. Dus dat is... Oh man, ik sta hier te bieden in het bed. Oh mama, sorry. Ja, man, ik heb echt een hartverzakking. Ik denk, kom, hoe kun je nou drinken en dan... Ken je het spelletje, Nicole? Ja, ik ken het. Jullie zijn spelletje eind op elkaar. Dan weet je ook dat Romee prijs heeft gewonnen. Ja! Wat is er? Gefeliciteerd. Je krijgt uiteraard een Oscar voor jouw geweldige prestatie in deze Over de Rooien, want het was zeer overtuigend als je het aan mij vraagt. Maar goed, de prijs... Een hartmassage voor de moeder ook, hè? Nee, Romee, jij wint een zelfontworpen smartphone case van ontwerpencase.nl. Je krijgt ook nog 4 tickets voor Versus Invites Verre Le Gras in Hasselt, België. Daarbij krijg je nog een fles bubbels, plus 2 tickets voor een feest naar keuze op clubjudge.com. En deze prijzen worden verzorgd door Club Judge. Hallo, mag ik even storen? Bubbel? Helemaal ik goed. Ik ben over studie van Bubbel. De avondploeg.